Gaat gang. Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar voor de zomer is er al door verschillende fracties, waaronder die van mij, aangedrongen op het op tijd bespreken van het zogenaamde najaarseffect bij corona. Op het ontwikkelen van verschillende scenario's waar we rekening mee konden houden. Dat is om allerlei redenen, niet nodig, kon niet, lastig. En volgens in de winter waren we het enige land in de wereld in lockdown. In het kader van leren van onze feiten zouden wij graag op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad en andere adviesorganen nu daar het debat al over aan willen gaan, zodat we niet weer door de zaken worden overvallen. Dus graag op zo kort mogelijke termijn een plenair debat hierover. We gaan kijken of er steun voor is. De heer Van Hagen, Groep Van Hagen. Ja, steun namens BVNL en Forum voor Democratie. Mevrouw Agema, PVV. Ik begrijp het niet heel goed. Wil mevrouw Pauverwij een debat hierover voor het debat over de wet publieke gezondheid, waarin het natuurlijk onderdeel van is? Ja, op zo kort mogelijke termijn. Ja, mevrouw Thiele, VVD. Ja, ik ben net als mevrouw Pauverwij ook benieuwd ook naar wat het kabinet überhaupt als reactie heeft op de 2R. Dus als u een brief vroeg, dan steun ik dat. Ik had ook mondelinge vragen aangemeld. Een apart debat. Als ik kijk naar wat er de komende tijd op de agenda staat, denk ik dat het verstandig is om het te betrekken bij het commissiedebat corona, wat er eind september staat. Dus inhoudelijk voel ik met mevrouw Pauverwij mee, maar omwille van de praktijk denk ik dat 28 september beter is. Mevrouw Van den Berg, CDA. Ja, voorzitter, ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van de minister, want mevrouw Pauverwij zegt terecht, hè, we hebben Kamer hier al eerder aandacht voor gevraagd. Maar ik denk wel dat de snelste manier is om dit bij het coronadebat van de 28 september te betrekken. En ik zou dus graag voor die tijd de reactie van de minister willen ontvangen. Dank u wel, de heer Stoffer, SGP. Steun. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, voorzitter, dit advies gaat natuurlijk ook over verschillende ethische kwesties waar we het met elkaar over moeten hebben. En het liefst niet op het moment dat er in één keer een heel acute dreiging weer is. En daarom is het heel goed om het daarover te hebben. Wel eerst om een brief te krijgen van het kabinet. De steun voor het debat mede namens de heer Omtzigt en namens de PvdA. Dank u wel, mevrouw Paulusma, D66. Geen steun voor het debat kan wat ons betreft bij het debat van 28 september, maar wel graag een brief. Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Wel van harte steun voor dit debat, mede namens mevrouw Gundogan, DENK en de Partij voor de Dieren. De heer Zeder. Ik sluit me aan bij de woorden van D66. Geen steun. Er is geen meerderheid voor uw verzoek. Heel jammer, maar dan zou ik me aan willen sluiten bij de vraag om een brief voor het commissiedebat. Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet. En dan geef ik het woord aan...